Hi, leuk dat je kijkt naar de nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik de Fluor Fun Twin Highlighters van DecoTime uittesten. Ik heb deze stiften bij de Action gekocht en was mij gevraagd of ik hier een video van wilde maken. Dus dat lijkt me wel heel erg leuk om deze met jullie uit te gaan testen. Ik zal in deze video wat meer informatie geven over deze stiften. En uiteraard gaan we de kleuren testen en ook even kijken wat we er nog meer mee kunnen dan alleen ze gebruiken als stift. Dus mocht je benieuwd zijn hoe de pigmentatie van deze stiften is en wat je nog meer met deze stiften kan, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Voor dit setje heb ik €3,49 betaald bij de Action. Heel betaalbaar, hiervoor krijg je 12 twin highlighters. Er zit ook een tray bij, die zal ik zo laten zien. Die kun je dan weer op de andere traytjes klikken. Mocht je meerdere van deze stiften al hebben, kun je ze er dus weer bovenop klikken, zodat het eigenlijk een hele grote stapel wordt met stiften. De traytjes zijn inmiddels iets veranderd als dat je de eerste varianten hebt gehad. Dat merkte ik bijvoorbeeld. Ik heb de eerste versies van de stiften toen gekocht en daarna werden de traytjes iets anders. Maar het maakt niet uit, want ze zijn nog steeds gewoon stapelbaar. Je hebt 6 fluorkleuren en 6 pasteltinten. Dus dat is wel heel erg leuk. Je hebt een normale tip, maar ook een hele dikke tip. Ze zijn op waterbasis. Je hebt bij de Action 2 soorten. Je hebt namelijk ook van deze stiften die zijn op alcoholbasis. Maar ik heb ze eigenlijk voornamelijk op waterbasis. En ja, dat maakt het wel heel erg leuk. Ja, ik ga de stiften gewoon openmaken aan tafel. Dan laat ik ook de tray zien en dan gaan we gewoon eens even kijken wat we hiermee kunnen doen. Oké, ik heb het doosje even opengesneden. Nu kunnen we de markers eruit halen. Dit gaat dus niet zo heel handig, want die tray moet eruit. Kijk, zo worden ze dan geleverd. Je hebt hier dus de tray. Hier staat ook Deco Art op. Ik weet niet of jullie dat heel goed kunnen zien. En aan de onderkant van de tray zitten dus nopjes en daardoor kan die dus weer op de andere traytjes staan. Omdat ze als het ware hierin klikken. Dus dit is altijd de bovenkant, want dan kun je er altijd nog weer nieuwe traytjes op zetten. Dat is altijd heel handig. Ik ben blij dat ze ook nog steeds voor een zwarte tray hebben gekozen. Want ik zou het jammer vinden als je nu een andere kleur zou krijgen. Je ziet hier allereerst de 6 pasteltintjes. En dan ga je hier de fluorkleuren zien. Ik ga er gewoon even eentje uitpakken, zodat we ook even naar de tip kunnen kijken. Ik heb hier een blauwe kleur. Er staan verder geen namen bij. Dan heb je hier, zeg maar, de dunne tip. Die ziet er dan zo uit. En als je hem dan aan de achterkant openmaakt, heb je een hele dikke tip. Dus altijd twee kanten hebben deze stiften. We gaan gewoon maar eens eventjes wat strepen zetten op papier om te kijken wat de pigmentatie doet van deze stiften. Ik heb wel eventjes een krantje onder mijn blaadje gelegd, zodat het niet doordrukt, mocht dat de neiging hebben. En ik denk dat we gewoon eens eventjes de stiftkleuren gaan uitproberen. Zo ziet een dikke lijn er dan uit. Ik zal daarnaast even een dunne doen. Dat doe ik niet bij alle stiften, maar gewoon even puur zodat je een idee hebt wat het verschil is. Kijk, en deze is dan gewoon heel dun. Nou, dan gaan we gewoon eventjes alle kleurtjes zo uittesten. Ik doe natuurlijk eerst de neonkleuren. Het ziet er wel heel leuk uit. Ik zal jullie eventjes iets dichterbij zetten, zodat jullie het beter kunnen zien. Geel ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar. Ik moet zeggen, ik vind het nog niet neon als ik dit zo zie. Maar dat kan ook aan mij liggen.
Ik heb toch een iets andere definitie bij neonkleuren. Maar ja, die oranje dan wel weer echt. Maar die gele had ik meer neon verwacht. Ik ga ze even hier opleggen, want dan haal ik ze er makkelijker uit. Paars kleurtje. En groen. Dit zijn dan de echt de pastel of de neonkleuren. En dan ga ik nu de pasteltintjes even doen. Ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar. Ziet er wel heel schattig uit. Maar ik vind de kleuren nog vrij hard, moet ik zeggen, voor pastel. Ja, dit is dan wel weer. Zo, nou hebben we dus alle kleuren hier zo naast elkaar. Zo. Neon en pastel. Maar zoals ik al zeg, ik vind de kleuren nog vrij hard. Nou, ik zal even laten zien dat je er gewoon mee kunt schrijven natuurlijk. Ik weet niet of dat met beide kanten kan. Ik ga het gewoon proberen. Ik schrijf nu met de dunne punt. Nou, dat gaat natuurlijk gewoon heel makkelijk. Ik heb nu trouwens het groene pasteltintje. Met de dikke punt wordt het denk ik... Ja, dan wordt hij net iets anders. Het ligt er net aan hoe je de stift houdt. Zo zie je het verschil tussen dun en dik. Dus dat is nou, gewoon het verschil. We kunnen natuurlijk ook kleuren met deze stiften. Ik zal daarvoor eventjes wat dingen plaatsen die ik kan inkleuren. Dan zullen we ze eens eventjes proberen in te kleuren. Omdat we in de zomervibe zitten, heb ik ervoor gekozen om wat zomer stempels te plaatsen. En daar wil ik er gewoon eerst eens eventjes een paar van proberen in te kleuren. Zo heb ik hier bijvoorbeeld echt een hele leuke zonnebril gezet. En het lijkt me leuk om die gewoon eens eventjes gewoon in te kleuren. Ik ga daarvoor de dunne stiftkant gebruiken natuurlijk. En die doe ik dan lekker neonroze. En dan zie ik inderdaad wel, als je hem echt inkleurt, dat die neonkleur heel mooi tot zijn recht komt. Dan heb je eigenlijk gewoon een hele mooie neonkleurige roze zonnebril. Wat ik wel echt heel leuk eruit vind zien. Nou, wat ik ook heel leuk vind. Ik heb hier een soort van zeesterretje. Die zit hier zo. En die gaan we ook een leuk kleurtje geven. Die doen we dan oranje. Want ik heb bij een zeester toch altijd de oranje vibes een beetje. Dat ziet er echt allemaal op zich ook wel heel mooi uit.
Nou zie ik dat ik hier een glaasje drinken heb en slippertjes. Nou, ga ik bijvoorbeeld met een pasteltintje hier zo het rietje roze maken. Een beetje paarsachtig. En dan kun je er dus voor kiezen om het parasolletje bijvoorbeeld twee kleurtjes te geven. Het drinken laat ik wel even voor wat het is. Er zit maar even water in voor nu. Zo. Ik doe dit allemaal met het dunnere punt, jongens, want anders dan wordt het heel lastig met het dikke punt. Kijk, dit is gewoon op de basismanier kleuren. Maar we kunnen dus ook weer verven met deze stiften. En dat wil ik dus nu even gaan proberen. Dus ik ga je laten zien hoe je er dus nu ook mee kunt verven. Om te verven heb je een acrylblokje nodig. Die heb ik dus hier. Het acrylblok. En wat ik dus doe, ik kies een kleur uit en het lijkt me leuk om met de gele kleur te gaan werken, de neonkleur. Hiervoor kun je gewoon ook de dikke punt pakken, want je gaat eigenlijk met de stift het acrylblok inkleuren. En nou kun je dus ook met een waterbrushpen eroverheen. Maar ik kan hier niet zo heel erg makkelijk mee kleuren. Dus vandaar dat ik het even met een gewoon kwastje doe. Het is heel simpel. Je pakt het kwastje. En hiermee ga je over het acrylblok heen die je net hebt nat gemaakt. En hierdoor kun je dus nu en je afbeeldingje gaan inkleuren. Ik ga dus deze ster nu inkleuren met de verf die ik ervan gemaakt heb. Ik moet wel zeggen dat hij nu heel erg de kleur van de inkt meepakt. Dus ik vind het resultaat niet super mooi met deze kleur. Ik vind hem meer groen worden dan geel. Dus dat valt me een klein beetje tegen. Ik weet niet wat er gebeurt. Ja, hij neigt meer naar groen als ik hier de strepen zet. Dus deze kleur die valt een beetje tegen om te verven. Nou zal ik eens een pasteltintje uitproberen. Want ik heb hier een hele mooie schelle. Dan ga ik eens eventjes kijken wat er gebeurt als ik die ga inkleuren. Dus ik zet weer allemaal streepjes nu op het acrylblok. En die ga ik dus nu weer activeren met een beetje water. En dan wil ik dus deze schelp inkleuren. Ik heb ook gewoon nu niet de fijnste kwastjes hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Zo. Ja. Je ziet wel heel veel strepen, dus je ziet wel dat je moet echt de kleur wel mooi opbouwen. Maar zo werkt dat dus. Nou, nu ga ik nog even de slippertjes proberen. Dus eventjes kijken.
Oh. Dan lijkt het me leuk om te proberen. Ik zeg er expres bij proberen, want ik weet dus niet of het lukt. Om de slippers dan met de groene neonkleur te gaan inkleuren. Dan zou ik de randjes nog met een ander kleurtje kunnen doen. Maar eerst maar eventjes kijken hoe dit gaat. Ja, die wordt dan wel heel mooi. Echt die neonkleur, die komt nou heel mooi tot zijn recht. Zo, dan kunnen we nog proberen of dat we met een ander kleurtje dat andere kantje nog kunnen doen. Dan ga ik die paars even proberen. Ik ga weer even hetzelfde kwastje pakken, want ik merk dat ik die gewoon het fijnste vind. Ik weet niet of het lukt, we gaan het gewoon proberen. Een beetje lastig om het heel netjes te doen. Met stift gaat dat beter, maar ja, voor zijn werkertje is het wel leuk gelukt. Nou, mijn eindconclusie van de stiften. Ik vind het wel weer een hele leuke set waar je ook weer zeker veel kanten mee op kan. Ik moest eerst even een beetje wennen aan de kleuren, want ik merk toch wel dat de fluorkleuren echt wel wat meer overheersen. De pasteltinten zijn inderdaad ook wat zacht, maar ik had ze eigenlijk nog zachter verwacht. Dus wat dat betreft valt het niet tegen. Het verven gaat op zich ook prima. Ik moet wel zeggen, ik vind de kleuren met het gewoon inkleuren wel feller. Dus dat vind ik wel een ding. Maar je hoeft er natuurlijk ook niet mee te verven. Hè? Het is gewoon een optie die ik je wilde laten zien die je ermee kunt doen. Als ik dan eventjes alle streepjes naast elkaar zie, dan vind ik dat het neon, het fluor en de... Ik zeg steeds fluor, maar klopt dat wel? Ja, fluor en pasteltinten... niet heel erg overheersen. Maar als ik dan bij het kleuren kijk, zoals hier de zonnebril, die heb ik met fluor gedaan. Die vind ik heel mooi geworden. Deze ster is dan met fluor gedaan. Heel mooi. Dit zijn dan wat pasteltintjes die ik heb ingekleurd. Dus je ziet het wel. Ik heb hier dan ook drie dingen die geverfd zijn. Die gele, dat werd meer groen. Dat was niet helemaal gelukt. Dit is dan een pasteltintje. Die vind ik uiteindelijk wel heel mooi. En de slippers zijn dan weer... fluor, maar die vallen dan ietsjes tegen als je ze bij het gewone inkleuren ziet. Maar desondanks vind ik het wel een hele leuke set waar je wel weer hele leuke dingen mee kunt doen. En ook gewoon om gewoon ja, te schrijven of zo is het heel erg leuk. Ik hoop in ieder geval dat het wat duidelijker is geworden wat je met deze stiften kunt doen en hoe de kleuren dus zijn. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al eens stiften uit deze collectie hebt gekocht. Of dat het een artikel is wat je zou laten liggen omdat je er niks mee zou doen. Ik denk trouwens dat het op acrylpapier nog beter werkt als je daarop gaat verven. Maar dat had ik niet in huis. Dus vandaar dat ik dat niet kon uittesten voor jullie.
Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van de uitleg die ik gegeven heb, of als er dingen onduidelijk zijn, mag je natuurlijk altijd eventjes achterlaten bij de comments en zal ik proberen om ze zo goed mogelijk te beantwoorden. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat de rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online staat en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!